Super leuk dat je kijkt een nieuwe video. Vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Vandaag heb ik weer eens een shoplog voor jullie van de afgelopen tijd. Dus ik hoop dat je video al leuk vindt. Doe vast een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we nou maar snel beginnen. Als eerste bij de Bershka heb ik een kort broekje gekocht. En ik was oprecht verliefd op dit broekje toen ik deze zag. En dat is deze. Dit is een blauwe camo broek. En het is eigenlijk dezelfde als mijn wit met zwarte, grijze, whatever. Alleen deze is in blauw en kort. En ik vond deze wel heel erg leuk. Hij heeft ook een riem met een, hoe heet zo'n ding? Ik weet niet hoe het heet, maar in ieder geval dit ding. En ik vind hem gewoon super leuk. Hij zit fijn. En ja, ik ben hier super blij mee. Dus dit broekje. En dan bij de Sting heb ik een polo gekocht. Ja, alweer. Ik ben oprecht verslaafd aan polo's. Ik weet niet waar het vandaan komt of hoe het komt. Opeens hou ik gewoon superveel van polo's. En bij de Sting heb ik dus deze polo gekocht. En dit is een blauwe polo met veel groene accenten. Zit hier bij de kraag en bij de mouwen. En dat vind ik super leuk. En hier staat 55 stage. Ja, het is in principe gewoon een simpele polo. Maar wel heel erg leuk. Dus deze. Dan bij de Primark. Ga ik weer. Heb ik een shirt gekocht. En in eerste instantie wist ik niet zo goed wat ik van dit shirt moest vinden. Maar Didier die vond hem zo ontzettend leuk. Dat ik hem eigenlijk wel moest kopen. En eigenlijk vind ik hem ook wel leuk. En dat is deze. En ja, eerlijk, als ik dit zo zou liggen zou ik hem niet zo snel kopen. Maar Didier was ook mee aan het kijken. En Didier zei, ja, deze moet je aandoen. Die is vet leuk. En hij is van Dickie en Morty of zo. I don't know. Ik had er nog nooit van gehoord. Geen idee. Ik vind hem wel heel erg leuk. Mama vindt hem eng. Is hij ook wel een beetje. Maar hij is wel heel erg leuk, stoer. En ja, ik ben er wel heel erg blij mee. En deze komt dus van de Primark. Dus deze. En dan bij de JD of GD of whatever hoe je het wilt noemen, heb ik nieuwe schoenen gekocht. Ja, alweer. De afgelopen 3 maanden, denk ik, heb ik 4 paar nieuwe schoenen gekocht. Oeps. Ik vond deze gewoon heel erg leuk. Ik was een beetje aan het kijken op de site. En toen dacht ik, deze zijn wel leuk. En toen dacht ik van, zal ik ze halen, ja of nee? En eigenlijk toen ik dat dacht, had ik al op in mijn winkelmandje geklikt. En voor ik het wist, had ik ze betaald. Ik heb namelijk deze schoenen gekocht. En dit zijn de Vans. En dit zijn de Vans Old School Platform Crackerboard Black White. En ik ben hier zo mega blij mee. Kijk even hoe cool deze zijn. Ik ben hier echt heel blij mee. Ik vind ze zo ontzettend leuk. Ze lopen fijn. En ik ben er gewoon blij mee. Ik hou gewoon van schoenen. Ja, ik weet niet. Ik vind ze gewoon echt super leuk. En deze zijn natuurlijk dus van Vans. De laatste tijd heb ik ook iets met Vans. Vraag me niet wat het is. Ik weet het ook niet. Ik weet niet. Ik vind het gewoon super leuk. Dus ik heb deze schoenen gekocht. En hier ben ik echt mega blij mee. Dus deze. En dan gaan we nou door naar het Kruidvat. En bij het Kruidvat heb ik deze laptophoes gekocht. Als je mij op Snapchat volgt, volg me even op Snapchat. Er staat nu een beeld. Dan heb je vast wel gezien dat ik altijd mijn hele grote laptoptas meeneem als ik naar school ga. Of als ik mijn laptop mee naar werk neem. En dat is gewoon super vervelend. Dus ik dacht, dit ding is super handig en super ja, leuk. Het is gewoon simpel zwart. Hij is van Super Trash. En ja, het is gewoon een simpele laptophoes. Aan de binnenkant is die roze. Ja, het boeit me niet zoveel. Het is gewoon voor mijn laptop in te doen. Als de buitenkant nou roze was, had ik hem niet gekocht. Maar ja, niemand ziet het. Mijn laptop zit erin. Geeft best wel goede bescherming. Hij is best wel stevig. En hij is dus van Super Trash en komt van het Kruidvat. Dus deze. En bij Kruidvat heb ik ook nog een glasplaatje gekocht. Of nou, maar eigenlijk 2, want er zit het W in. Wow. Ja, mijn glasplaatje is weer eens overleden. En eerlijk is gezegd, heb ik deze echt 1,5 week geleden gekocht. En moet ik nog steeds mijn glasplaatje vervangen? Ik moet het maar snel gaan doen. Ja, dit glasplaatje is gewoon, deze koop ik altijd, handig. Geeft bescherming aan mijn telefoon. Verder heb ik er niet heel veel over te vertellen. In ieder geval dit glasplaatje.
Bij de Action heb ik een riem gekocht. En dat is deze riem. Zo'n soort riem heb ik al. Alleen, ja, riemen overleven bij mij gewoon niet heel erg lang. Dus ik heb alvast een reserve riem. En dat is deze. Hij is gevlochten. Dus dat betekent dat er geen extra gaatjes bij hoeven gemaakt worden. En dat vind ik heel erg handig aan. Hij is 90 centimeter. En ja, het is gewoon een simpele riem. Dus deze. En dan nu heb ik iets wat ik heb gekocht. Terwijl ik het eigenlijk niet nodig had. En ik weet ook niet zo goed waarom ik het heb gekocht. Dat heb ik gekocht bij het Textielmuseum. Want daar was ik heen geweest met Didier en Ima. En dat is een boek. En het is dit boek van Akwasi. En vraag me niet waarom ik het heb gekocht. Want ik heb geen idee. Ik vond het er leuk uitzien. Het enige ding is dat er bijna geen tekst in het boek staat. Het zijn allemaal korte verhaaltjes over zijn leven. Of tenminste wat hij vindt. Ja. Hier heb je een blanco staat er dan. En dan staat er elke dag gaat er ergens wel een avondstuk. Allemaal van die korte dingetjes. En ja, ik zag het liggen. En toen dacht ik van, ja, leuk. En ik kocht het. Ik was thuis en dacht echt, waarom de fuck heb ik dit gekocht? ja, geen idee. Misschien leuk om een keer te lezen. Maar vraag me niet wat ik ermee moet, want ik heb geen idee. Het is gewoon weggegooid geld. Ja, ik heb hem gekocht. In ieder geval dit boek van Akwasi. Dan wil ik nog iets aan jullie laten zien. En dat is deze zonnebril. En ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik vond hem wel leuk. Deze heb ik niet gekocht. Maar die heb ik gisteren meegenomen bij de dag van de logistiek. Gisteren was de dag van de logistiek. En als je mijn video van vorig jaar hebt gezien, wist je dat ik daar ook was geweest. En dan kun je altijd dingetjes gratis krijgen. Vorig jaar had ik echt een hele tas vol met zooi. Allemaal vandaar. Toevallig hier staat nog dit ding. Die je in je telefoon kan zetten en dan kan die 90 graden ronddraaien. Dat had ik vorig jaar meegenomen. Staat hier echt al een jaar op mijn bedkast te verstoffen. Maar deze zonnebril vond ik wel heel erg leuk. En daar aan de zijkant staat een leuke tekst. En daar staat op, let op, deze bril is exclusief aan mij verstrekt vanwege mijn looks. En dat vond ik wel leuk. En ja, het is gewoon een zonnebril. Verder heel over te vertellen. En ja, ik ben er heel erg blij mee. Dus deze zonnebril. En dan was dit eigenlijk alles wat ik wel weer heb gekocht. Ik hoop dat je de video leuk vond. Doe dan vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden als je het niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei doei!